Toen ik je zag wegschaatsen, dacht ik opeens aan Timo Haakman. Oh, oké. Van waar de gelijkenis? Vanwege de wapperende haren. Ja, ja, die heeft ook wel een bos haar, ja. Fiets je ook? Ja, dat wel, maar dan alleen als training. Want ja, wedstrijden heb ik ja, eigenlijk niet, omdat ik er ook niet echt ben mee opgegroeid. En er zijn ook wel wat risico's aan met valpartijen. Dus dan hou ik het gewoon bij het schaatsen en de skielerwedstrijden. Maar inline skating, dan kan je toch ook vallen? Ja, dat klopt. Maar ja, dat is meer, maar het skiën is ook gewoon ja, mijn hoofdsport. En bij het fietsen, dat is het dan toch daarnaast. En ja, als ik dan bij het skiën val, dan hoort het bij. En bij het fietsen, dan voelt het toch anders. En ja, ik ben ook niet gewend in een heel fietspeloton. Dus als je het soms ziet van hoe dicht ze allemaal bij elkaar rijden. Dan, zoals bij het skiën, ja, mijn skiën is daar voel ik me één mee. En de fiets is dan toch een los onderdeel. Welke breuken zou je kunnen krijgen bij je inline skating? Ook sleutelbeen? Dat komt wel eens voor, maar het vaakst is de pols. Omdat je je toch daarmee opvangt. En ook soms hersenschudding bijvoorbeeld komt helaas ook wel regelmatig voor. Dus vandaar ook helm is verplicht. Tomer, gaat het uitstekend. Je hebt een sponsorploeg. Hoe zijn jullie eraan gekomen? Eigenlijk was het vorig jaar in Heerhugowaard. Tijdens de wedstrijd reden Berit en ik beide eigenlijk als eenlingen. Wie? Berit. Van achternaam? Gundersen. Toen had ze al een keer geopperd van misschien een idee om iets samen te gaan doen. Dus, toen dacht ik van de winter van eigenlijk is dat wel iets leuks. Dus toen heb ik er even een bericht gestuurd en hebben het een beetje in gang gezet met wat damesvragen en kijken wat sponsoren. En op dit moment was het. Tenminste, in het begin moest iedereen eigenlijk nog iets bijleggen. Nu zit het erop dat de kleding en zo betaald wordt. En we hopen nog dat we net even wat meer binnen zou kunnen krijgen. Als bijvoorbeeld dat we ook wat materiaal kunnen laten vergoeden. Want als bijvoorbeeld maar één set wielen, dan ben je al €220 kwijt. Dus dan loopt het best wel op. Met regen, dan kun je je lagers al wel doen, hè, geloof ik. Ja, klopt. Ja, als ze eenmaal nat zijn geweest, dan herstel je de lagers niet meer. Dan kan je er wel mee trainen, maar voor wedstrijden heb je er wel echt nieuwe nodig. Hey, de ploeg, 5 dames. Ja, klopt. Ja. Dan, uit deze regio, alleen het eerste, die komt dan uit het oosten. Maar ook Sophia Schilder, dat is ook een jonge talent van 17, die hebben we ook gevraagd. Die was ook erg enthousiast en die rijdt nu de marathons rijdt ze dan bij ons. Ja, hier ook eigenlijk een asfaltbaan. Worden hier wel eens wedstrijden georganiseerd? Nee, dat niet. Nee. Nou, je hebt wel Medeblik en Werfsoof, dat zijn dan meer skielerbanen. Want bij deze die is ook wat langere en bredere, tenminste het is niet helemaal 400 meter. En de bochten die zijn wat breder, groter. Dus dan misschien ooit, ik weet niet of het reglementair... de KNSB nog wat regeltjes, dus dan moet het aan bepaalde dingen voldoen. Dus ik weet niet of deze ook voldoet, maar het zou wel leuk zijn, een keer een echte thuiswedstrijd. Ja, je hebt hier ook beroemde schaatsers, hè, in Hooggassel. Ja, klopt. Ja, nu Irene Schouten natuurlijk, die nou hier naartoe is verhuisd. Nou, en in de buurt heb je nog meer... En het meisje van Beers? Ja, Sinet Beers, op de schaatsen dan inderdaad. Ja. Ja. Hey, hoe komt het eigenlijk dat die Westfriese dames zo goed zijn met schaatsen? Ik denk doorgaan. Zeg maar, de hard trainen is het vooral, als je kijkt naar iedereen. Dus door de trainingsfaciliteiten, wat betreft ook de ijsclubs die dat organiseren? Ja, ik denk ook wel dat dat inderdaad wel meespeelt. Dus, de Westfries? Ja, op de Westfries. Best wel, er zijn wel veel rijders en dat begeleiding is ook wel goed. En ze proberen ook veel te organiseren, dus dat helpt ook. En mensen, als je dan hebt over in de buurt van Radboud, de skielerclub, die doet heel veel met clinics, met scholen. Om ook dus daarmee leden te werven en om kinderen kennis te laten maken met de skieler en schaatsport. In de winter dan schaats je? Ja, klopt. Ja, dan ook marathons rij ik. Dan zit ik bij welke ploeg? PGM Bakker dit jaar. En ook veel om dames? Dan is het 4, want ook dan lijkt bij de topdivisie en dan mogen er ook maar 4 maximaal van een team aan de start staan. Ben je daar ook de topvrouw? Dat wil ik niet zeggen. Het is één van de. Zeg maar het is wel, natuurreis is mijn hoofddoel. En zoals afgelopen jaar heb ik daar ook podium gereden. Dus dat hoop ik wel weer te evenaren. Dat zou leuk zijn. Ja. Het is bij de marathon vaak ook een koers lezen. Krijg je ook aanwijzingen dan van de coach?
Ja, de coach die heeft, nou, die ziet natuurlijk ook het grote plaatje. En we hebben nu ook een livestream. Dus je kan de wedstrijden via schaats.nl kunnen we die terugkijken. En dan kunnen we wel van leren van, nou ja, de volgende keer is bijvoorbeeld dit handig. Of kijk, zo reageert die. En dan, ja, als je dan, hoe vaak je dingen terugkijkt. En dan ook de coach die ziet sommige dingen weer wat beter. En ook tijdens de wedstrijd. Dus die kan zeggen van, nu gaan. Als die van achter bijvoorbeeld wat ziet gaan. Of die dan juist zeggen van, nu rustig. Omdat ik soms, wil ik toch te veel. Dus dan moet ik eventjes rustig houden worden. Een beetje gas terug. Ja, klopt, ja. Oké, maar je ziet dan eigenlijk wel dat er mogelijkheden zijn voor winst. Je hebt ook podium gereden. En dan denk je, ja, en dan moet ik mij geen houden van mijn trainer. En ik heb nog een heleboel over. Ja, dat is meestal maar aan het begin van de wedstrijd. Omdat dan als je aan het begin te veel doet, dan kan je bij de beslissende momenten, ben je kapot en kan je niet meer mee. Dus dan is het, ja. De komende tijd, wat gaat er gebeuren? We hebben volgende week het NK Marathon in Rotterdam van het skileren. Wat mag je ervan? Het is lastig omdat sommigen die zijn... Groot veld? Ja, dat wel. Ja, en ook zoals Marijke Groenewoud, ook van het schaatsen, die zal ook meedoen. Ik denk ook wel een paar ploeggenootjes. En er zijn ook een paar anderen die veel skileraars zijn. Die ook de Europese kampioen marathon, die komt ook uit Nederland. Dus dat is wel een groot deel in het veld. Ja. Hey, en hoe lang denk je nog door te gaan? Dat is ook een goede vraag. We wisten sowieso minimaal 2, misschien 3. En daarna is het even kijken of hoe loopt het. En dan misschien een keer, dat is een beetje, dat vind ik lastig verder te zeggen. Want op zich, nu gaat het wel goed en vind ik het superleuk. Maar straks denk ik over 2-3 jaar van, misschien wil ik een andere carrière met mijn werk of weer andere stappen. Dat, goed, zo rond de 30 is meestal, dan zit je in je kracht van je leven, hè? Ja, dus inderdaad is het een beetje, tot dan een beetje kijken van hoe gaat het. En, Gezinnetje stichten natuurlijk. Bijvoorbeeld, dat kan er ook zo mee bij, ja. Ja, dus dat speelt wel mee. Dus misschien, of net zoals sommigen zie je ook wel, dan hebben ze een tussenjaar en daarna gaan ze weer verder met sporten. Dus, Succes. Dank u wel.